beetje ochtendstem. Vandaag ga ik jullie mijn productieve dag laten zien. Ik vind het altijd heel erg fijn om goed wakker te worden zonder te haasten. En wat ik eigenlijk doe om goed wakker te worden is douchen en water drinken met citroen. Ik vind het zo lekker. Dus ik heb nu al gedoucht. Ik heb een beetje make-up opgedaan. Omdat ik me dan toch gewoon wat wakkerder voel. Vooral als ik een dag heb waar ik gewoon veel moet doen. Dus daar begin ik eigenlijk mijn ochtend mee. En de rest gaan jullie zo zien. Ik vind het altijd heel erg fijn om mijn bed op te maken. Anders kan ik gewoon niet goed mijn dag beginnen. Ik heb het gevoel als ik mijn bed niet maak, dan... Ik weet niet, het is gewoon niet chill of zo. Dus ik maak altijd mijn bed, doe de gordijnen omhoog, raampie open voor de frisse lucht. En ja. Time for breakfast. Heeft zoiets, wie wordt altijd ook zo, zeg maar, blij van eten? We hebben rijstwafels, bananen, where is the peanut butter? Pindakaas, chiazaadjes. Ik begon dus mijn dag met water en citroen. En nu is het tijd voor tromgeroffel. Koffie. Dit is echt mijn favoriete koffie voor thuis. Kijk, ik ben natuurlijk obsessed met iced lattes van de Coffee Company. Maar deze is zo lekker. En je kan ze ook in het klein halen. Maar ik heb liever gewoon het pak. En het is dus Brazilian koffie met almond blend van Alpro. En I love it. Ik heb dit kopje van de kringloop. Zo cute. Ik ga het even goed schudden. Zo lekker. Look. Kijk wat mooi cat. Love it. Zo blij mee. Hij is ook echt lekker. Ik hou echt van bloemen. Ik vind bloemen echt... Even de reden waarom dit in een pasta bewaarding is. Ik heb geen vaas. In ieder geval, ik had een vaas, maar ik kan hem dus even niet meer vinden. Heel dom. Nou goed, weet je. Dit kan ook gewoon... Alles is mogelijk, mensen. Alles is mogelijk. Ik heb een bord nodig. Het bord is trouwens ook van de kringloop. En het past echt bij elkaar. Trouwens, dit mes is ook van de kringloop. Zo begin ik gewoon mijn dag. Super goed. I love it. Even een tip voor mij. Ruim altijd alles gelijk op. Dat is zoveel chiller dan dat je nu je ontbijt gaat eten en daarna nog moet opruimen. Dat is echt kut. Tijd om mijn mails te checken en te beantwoorden, terwijl ik dus aan het eten ben. Om echt een productieve dag te hebben, werkt het voor mij heel erg goed om dingen op te schrijven wat ik wil doen. Dus echt to-do-list maken en plannen. Ik merk dat dit veel gemotiveerder werkt. Dus hier schrijf ik al mijn to-do-dingen op. Welkom bij Zen zijn met Ro. Zoals jullie weten vind ik het heel erg fijn om te mediteren. En dit doe ik meestal zo'n 10 à 15 minuten per dag. Normaal gesproken gebruik ik de app Headspace. Maar dit keer heb ik op YouTube meditaties opgezocht voor een productieve dag. En dit was zeker een aanrader. Ik heb dit wel eens vaker gedaan. En het was heel erg chill. Als ik mediteer, dan word ik veel rustiger in mijn hoofd. Mijn hoofd gaat namelijk 100.000 miljoen keer per uur. En zo kan ik me ook beter concentreren. Oké, ik heb net deze was in de mand gedaan. En het is echt
Als ik nu deze badkamerdeur open doe, dan zie je gewoon één berg was. Een soort ontploffing. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik deel de wasmachines en de drogers met twee huizen. Hier zo. Ik vind de was niet eens zo erg om te doen. Alleen het duurt gewoon heel erg lang. Ik moet eerst twee trappen hier naar beneden. Dan moet ik een stukje lopen op de straat met mijn wasmand. Dan moet ik nog een trap naar beneden voor de wasmachines. De wasmachines aanzetten. Dan moet ik helemaal weer naar boven. Dan moet ik wachten tot het klaar is. Dus een uur ongeveer. Dan moet ik weer helemaal naar beneden. Dan moet ik het of een deel in de droger doen of een deel ophangen daar. Ga ik weer helemaal naar boven. Dan als het klaar is ga ik weer helemaal naar beneden. En dan ga ik weer helemaal naar boven met deze was. En het is gewoon zo irritant. Dus ik ga het nu doen. En ik ga echt gewoon alles wegwerken. Ik denk dat het nog wel drie van deze manden zijn. En het is echt veel. Ik weet niet eens hoe ik die trap afga met dit. Maar goed. Let's go. Jullie gaan mee. Ik ben even naar mijn vlogcamera geswitcht. Zo kan ik jullie wat makkelijker meenemen. Nou, welkom. Om de plantjes water te geven. Ik heb deze bij de kringloop gekocht voor 1,50. Het past zo mooi in mijn interieur. I love it. Mijn beauty. En de laatste. Lekker gestofzuigd. Droog gemaakt. En let trouwens niet op dat. Dat is allemaal voor de rommelmarkt. Die ik ga doen. Al deze kleding ga ik verkopen. Op de rommelmarkt. Ik heb echt namelijk heel veel kleding gesorteerd. Dus mocht je dat nog willen zien. Dan zal ik de video daarvoor in de beschrijving zetten. Ik vind het heel erg fijn om lekker in een koffietentje te werken in plaats van thuis. Dus ik ben nu onderweg naar Backyard. En echt love het interieur hier. En de ijskoffie is super lekker. Dus zeker een aanrader. Heb ik altijd mijn draadloze Logitech MX Master 3 muis mee die ik van Coolblue heb gekregen. Omdat ik hierdoor veel sneller en chiller werk. Het handige aan deze muis is dat hij op elke ondergrond werkt door de dark field sensor die erin zit. Heel fijn dus, vooral als je dus buitenshuis werkt. Voor de mensen die benieuwd zijn naar deze muis, ik zal het linkje hieronder in de beschrijving zetten. Dus dan kan je hem even checken. Dit is echt my life gewoon. Ik vind het wel gezellig dat jullie met me meekoken. Ik ben echt heel erg blij met mijn dag. Heel productief. Dat is echt super fijn.